Boei! Geen jacht op die middelste. Het filmpje dat jullie hebben gezien was helemaal niet echt, want de baksteen was fake en ik heb ook kniebeschermers aan. Maar wat wel echt is, is pesten. En dat kan harder aankomen dan een baksteen. Maar vanaf vandaag kunnen jullie er iets aan doen. Stop pesten! Spreek er met andere mensen over als pesten je bang of verdrietig maakt. Maar niet alleen jongeren, maar ook volwassenen en politici moeten een steentje bijdragen. 1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen wordt slachtoffer van pesten. Pesten snijdt diep. Het is nog steeds een van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als je ziet dat iemand gepest wordt, kijk dan niet weg, maar bescherm de persoon die gepest wordt. Daarom roepen wij op aan jong en oud, draag jouw steentje bij in de strijd tegen pesten. Zeg, dat is wel een echte en zware steen, hè?